even gewoon echt denken, ik ben een noedel. En dan hangen van, ik ben een noedel. Niks anders dan je hoofd en dan voel je het gewoon zakken en uiteindelijk moet plassen. Ik heb wel eens ecstasy gebruikt. Ja. 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 Vaak? Echt heel vaak. Ja, ik niet. Geloof je mij wel? Ik weet niet. Volgens mij heb je best veel drugs gebruikt. Ik heb wel eens een pilletje gebruikt, maar ik heb geen idee wat het was. Dat heb je nooit verteld. Nee. Wanneer heb je voor het eerst ecstasy gebruikt? Op mijn 18e. Ja, toen was ik ook 13. Mijn koptelefoon opzetten. Zijn we echt met een winkelwagentje vol met alcohol naar een parkje gegaan. Na 2 uur alle alcohol mixen kwamen er pillen tevoorschijn. Ik was met een vriend bijnemen. Na een half uurtje pis begon ik opeens, kreeg ik opeens een warm gevoel van binnen. Ja. En ik begon opeens superveel te praten. Ja, ik was gewoon op een huisfeestje. Toen kwam ik na meer dan een liter wodka op het geniale plan om ecstasy te proberen. En dat viel niet zo heel lekker. Ik viel flauw en daarna werd de ambulance gebeld. Het enige wat ik weet is dat ik op een gegeven moment oud ging. Hmm. Toen moesten ze me dus nog naar huis brengen. Ik had geen fiets, maar we hadden wel nog het winkelwagentje. Dus toen zijn er 2 gasten zeg maar achterop op de fiets andersom gaan zitten om het winkelwagentje vast te houden. En hebben ze me in het winkelwagentje naar huis gebracht. En wanneer je ecstasy gebruikt, ja, dan verklaar je altijd je liefde aan iedereen en alles om je heen. Oh ja, je bent echt een goede vriend. Ja, weet je, ja, ik hou echt van je. Ik was toen 16 of 17 en dat was toen tijdens een zorg- en welzijnles. Die vrouwen die gingen gewoon vaak een half uur gewoon weg. En toen hadden we allemaal zoiets van, oh, laten we met z'n allen doen alsof we hoofdpijn hebben en allemaal paracetamol slikken. Ja, ik kan er nu om lachen, toen kon ik er niet om lachen, toen vond ik het niet leuk. Nee. Toen wist ik natuurlijk ook helemaal niet wat me te wachten stond. En op een gegeven moment loop ik gewoon die club binnen en ik zit zo naar die lampen te kijken. En ik stond met iemand naast me en ik zeg ineens tegen die persoon van, bro, ik weet echt niet wat het is, maar ik voel me zo fucking goed. Je hebt natuurlijk een stofje in je hoofd, dat heet serotonine volgens mij. Die zorgt ervoor dat jij bepaalde geluksgevoelens kan ervaren. En op het moment dat je ecstasy hebt gebruikt, krijg je gewoon een overdosis aan die shit. Maar, als dat is uitgewerkt? Dat is dus de keerzijde. Zou je het ooit willen proberen? Nee, want ik vind het eigenlijk wel eng. En jij zulke dingen probeer ik niet. Nee. Ik probeer eten. Eten. Zulke dingen probeer ik niet, nee. Wanneer was de laatste keer dat je ecstasy gebruikte? 3 weken geleden. Can confirm, want je zat mij te appen. Mm-hmm. Ja, en je wilde niet eens met me terug appen. Weet je hoeveel pijn dat deed? Weet je hoeveel pijn dat deed als je helemaal jij, alleen... Jij, als je high bent aan de ecstasy, is een beetje eerie. Ik was toen 16 of zo. Nee. Nee, en jij dus gisteren? Zaterdagavond. Wanneer hoorde je voor het eerst van ecstasy? Ik denk dat ik zo rond de 18, 19 was. Ik denk dat ik het eerste van hoorde toen ook die dancefeest en zo, daar connect ik het dan aan. Ik weet niet of het terecht is of niet, maar dat zit in ieder geval wel zo in mijn hoofd. We gingen veel naar concerten, dus toen, dan kom je er al sneller mee in aanraking. Nee, je hebt het niet gebruikt? Nee. Oh. Zag ik dat net? Toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst ecstasy. Dat er pillen zijn, ecstasy? Ja, dat zijn pillen. Ja, dat er pillen illegaal gemaakt en dat soort dingen. Ja. Dat het gevaarlijk is. Als je die onofficieel koopt of zo, snap je wat ik bedoel? Je kan ze sowieso niet officieel kopen. Nee, maar ik bedoel dat daar wel veel illegale handel en ook gewoon, gevaarlijk je kan ook is, slechte pillen ze, ja, precies. Hebben, ja, ik weet ook nog vroeger dat ik zo'n film had gezien. Ja. Oh, dat weet ik nog. Mm. Dat was van die film, Afblijven. Oh, daardoor, die tienerfilm. Ja, waar zij dan gaat dansen en ze dus niet meer durft te dansen zonder ecstasy. Ja. En die film die keek ik denk ik toen ik een jaar of 13 of zo, 14. Oh, ja. En toen had ik niet toen al de behoefte van, oh, dat wil ik ook een keertje proberen, maar toen wist ik er wel van. Hoe ziet iemand eruit die ecstasy heeft gebruikt? Volgens mij kun je er of helemaal hyper van worden of helemaal down. Ik denk aan hele grote ogen, grote pupillen, denk ik aan. Ik weet niet eens of het waar is. Ja. Je gaat een soort van knijpen in je handen of je doet even dit en dat voelt dan lekker of je zit aan iemand. Mm. Daarom is iemand vasthouden ook best wel lekker. Ja. Bijvoorbeeld in iemands nek knijpen of zo. Ja. Als er in jouw nek wordt geknepen terwijl je een wappie bent, ja, dan ga je ogen gewoon helemaal zo omhoog staan. Ja, is wel lijp. Lichtelijk bezweet, kouwen of met een kaken kunnen niet heel lang stilzitten. Ah, ja, ja.
zitten misschien een beetje aan zichzelf, zo, weet je wel. Het voelt, altijd, het voelt allemaal lekker dan. Ja, ja. Weet je dat ik heel vaak over heb nagedacht van ja, hoe zou het eigenlijk zijn man, als mama gewoon een wappie is? Echt waar? Waarom? Hey, je hebt het zeg maar verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld ook vloeibare MDMA. Ja. Is een soort van vergelijkbaar met ecstasy. En ik zat dan gewoon wel eens in mijn hoofd te denken van ja, hoe zou het zijn als ik, nee, als ik shotjes met mama zou doen en ik typde gewoon een halve buis in. Echt mama, waar? Dat dacht, ik denk, zou jij iets in mijn drankje doen? En dat jij dan gewoon op een gegeven moment na een half uurtje sta je naast mij en dan zeg je, ja Shaquille, ik voel me ik zo ben toch gelukkig. Zo gelukkig? Oh. Mag ik je even knuffel geven? Ja, zo fijn dat je mijn zoon bent. Het is wel echt een liefdesdrugs, ja. Je vindt iedereen aardig. Ja. Maar hoe vond je het erna? Ja, daar had ik me niet op voorbereid. Ja, een beetje mentaal uitgeput of zo. Ja, het duurt best wel een paar dagen voordat je weer een beetje bijgetankt bent. Ja. Mm-hmm. Als je echt niet naar de wc kan en al super vaak hebt geprobeerd, dan heb ik de gouden tip. Dat is de noedel. Die geef ik aan iedereen mee, aan ecstasy. Even gewoon echt denken, ik ben een noedel. En je handen naar de grond. En dan hangen van, ik ben een noedel. Niks anders dan je hoofd en dan voel je het gewoon zakken en uiteindelijk moet plassen. Gebruik je het vaak? Nee. Ik mag het hopen. Alhoewel ik het heerlijk vind, het ligt in de kast. Ik laat het daar, want ik heb respect ontwikkeld door de ik jaren heb je kastje heen. Gezien. Nee, ik denk dat ik het maar elke paar keer, misschien 5 keer of zo in totaal. Dus dat valt ook wel erg mee. Zou je het ooit samen met mij willen gebruiken? Absoluut niet. Nee, echt totaal niet gewoon. Dat ga ik echt zo niet doen. Nee, dat snap ik heel goed. Daar ben ik toch te veel je moeder voor. Ja. Nee, dus echt een no-go. Dat misschien moeten we het er een keer proberen als je 80 wordt. Dan ben ik nou, misschien is 30. Dat mijn laatste keer dan ook, als mijn hart zwak is. Huh? Nou, daar hebben we een heel mooi einde van gemaakt. Denk toch? Je? Ja. Nou, ik zie liever een ander einde. Mij lijkt het wel gezellig. Weet je, misschien is het een goed idee als we het doen met nog andere mensen erbij. Ja, en is dat beter? Ja, tuurlijk. Nee, jij, alleen maar jij en ik, dat is te intens. Dan krijgen jullie nu 20 seconden om zoveel mogelijk synoniemen voor het woord seks op te noemen. Krikken, pozen, liefde bedrijven, penetreren, neuken. Toch die blackout. Ja. Knuffelen. Netflix en chill. Ja, Netflix en chill. Voor meer, kijk op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. En vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Nice.